Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Het wordt opnieuw een mooie en zonnige dag vandaag, maar we zien ook wat bewolking boven Groot-Brittannië en de Noordzee en die komt geleidelijk aan dichterbij. Vanochtend, dus veel zon en hier en daar een wat dunne wolkensluier. De temperatuur ligt rond de 20 tot 21 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag zien we geleidelijk aan steeds meer wolkensluier vanuit het westen binnenschuiven. Het wordt dan wel warm, de temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden. Vanavond wordt de bewolking geleidelijk aan dikker, en aan het eind van de avond en ook vannacht kan er hier en daar een spatje regen vallen. Morgen dan beginnen we met vrij veel bewolking. Er is ook af en toe zon en lokaal valt nog wat regen. In de middag kan er een lokale bui vallen in het westen. De temperatuur loopt dan wel op naar zo'n 21 tot misschien wel 25 graden in Limburg. Op maandag, dinsdag en woensdag is het ronduit zomer. Er is nauwelijks bewolking en er is veel zon. De temperatuur die loopt verder op. We komen uit zo tussen de 25 en 30 graden, maar op dinsdag en woensdag kan het in het zuiden van het land zelfs tropisch warm worden. Mijn naam is Raymond Klazen voor weerplaza. Ik wens u een fijne dag.